welkom bij een nieuwe video van de sneeuwbouwbelegster. In deze video ga ik jullie mijn plannen voor mijn portfolio voor de maand november laten zien. Mijn portfolio bestaat op dit moment voor 21% uit losse Amerikaanse aandelen, voor 33% uit losse Nederlandse aandelen, voor 24% uit dollar ETF's en ik heb 22% euro ETF's. Het is november, dus deze maand gaat mijn inleg plus dividend plus optiepremie naar Amerikaanse aandelen en dat komt goed uit, want zoals jullie zien is het percentage Amerikaanse aandelen 21% en ik wil graag dat het 25% wordt. Mijn ideale portfolio zou voor 25% uit losse Nederlandse aandelen bestaan, 25% uit losse Amerikaanse aandelen, voor 25% uit dollar ETF's en daarmee bedoel ik een ETF die ik in dollars koop en in dollars dividend uitkeert, en voor 25% uit euro ETF's. Daarmee bedoel ik een ETF die ik in euro's koop en die in euro's dividend uitkeert. Dan zou de verdeling tussen aandelen en ETF's 50-50% worden. En de verdeling tussen euro's en dollars ook 50-50%. Nou, hoe krijg ik dat ideale portfolio voor elkaar? Daar heb ik een plan voor gemaakt. Ik heb het jaar verdeeld in 4 delen en ik wil mijn maandelijkse inleg plus dividend plus optiepremie op deze manier verdelen. Van mei tot en met oktober stop ik het in ETF's. En dan om en om, de ene maand in dollar ETF's en de andere maand in euro ETF's. In november, december en januari koop ik er Amerikaanse aandelen van. En in februari, maart en april verkoop ik putopties op Nederlandse aandelen. Dus mijn strategie op dit moment is, ik stort elke maand 500 euro en tot en met januari ben ik van plan om daarmee Amerikaanse dividendaandelen te kopen. Wanneer doe ik dat? De derde dinsdag na de expiratiedatum en dat is de derde vrijdag van de maand. Hoe herbeleg ik? Als ik mijn Amerikaanse aandelen met winst kan verkopen, koop ik met de vrijgekomen dollars Amerikaanse aandelen. Als mijn Nederlandse aandelen verkocht worden via call-opties, verkoop ik put-opties op Nederlandse aandelen. Het eerste wat ik dinsdag van plan ben om te doen is call-opties verkopen op mijn Nederlandse aandelen die ik al heb. Wat is een call-optie? Als je een call-optie verkoopt, ga je de plicht aan om aandelen te verkopen tegen een voorbepaalde koers, dat heet de uitoefenprijs, en een bepaalde datum, die heet de expiratiedatum. Tegenover die plicht staat een beloning, dat heet de optiepremie. En één optie verkoop je over 100 aandelen. Ik kan over één van mijn Nederlandse aandelen een call-optie verkopen en dat is Eurocommercial. Die aandelen ga ik morgen ontvangen, want ik had een put-optie verkocht met uitoefenprijs 24,50 euro. Eurocommercial staat momenteel 23,25 euro. Dat is lager dan mijn uitoefenprijs van 24,50 euro, dus ik krijg 100 aandelen Eurocommercial. Ik heb dan 100 aandelen Eurocommercial met een gemiddelde aankoopkoers van 24,50 euro. Ik kan één call-optie met uitoefenprijs 24,50 euro en expiratiedatum 20 december verkopen. Daarvoor krijg ik 17 cent per aandeel, keer 100 aandelen is 17 euro, min 75 cent. Transactiekosten voor de optie is 16 euro en 25 cent voor optiepremie. Staat Eurocommercial op 20 december boven de 24,50 euro, worden mijn aandelen verkocht voor 24,50 euro. En staan ze onder de 24,50 euro, blijven de aandelen van mij. En in beide gevallen blijft die 16,25 euro optiepremie voor mij. Hoeveel heb ik deze maand beschikbaar om te investeren? Ik ga ongeveer 500 euro storten. Niet uitgeoefende opties was er één. Dus daarvan komt de 1 euro uitoefenkosten die ik had gereserveerd weer vrij. Aan dividend heb ik een recordbedrag gekregen van 1513,94 euro. Aan optiepremie verwacht ik 16,25 euro te krijgen. En Apple Hospitality REIT staat op winst. Dus als ik die verkoop, levert mij dat 1224,37 euro op. Ik heb straks één openstaande optie. Dus daarvoor houd ik 1 euro uitoefenkosten gereserveerd. Aan transactiekosten ben ik 8 euro kwijt. Dus als ik alle groene bedragen bij elkaar optel en de rode bedragen aftrek, kom ik op 3246,56 euro. Het volgende wat ik ga doen is kijken welke van mijn Amerikaanse aandelen op winst staat. Dat is er één, Apple Hospitality REIT. Die heb ik gekocht op een gemiddelde aankoopkoers van $15,29. Ik heb 82 aandelen. De koers is nu $15,83. Dus daarmee heb ik $44,28 winst. Maar daar gaan nog wel 4 euro transactiekosten vanaf. Ik ben van plan 2 nieuwe Amerikaanse dividendaandelen te kopen. En 1 ga ik bijkopen. 1 ter vervanging van Apple Hospitality REIT. En ik wil dit jaar 3 nieuwe Amerikaanse aandelen toevoegen om wat meer spreiding in mijn portfolio te krijgen. Want ik heb nu 3 Amerikaanse aandelen. De komende 3 maanden ligt de focus op de Amerikaanse aandelen. Dus ik wil er over 3 maanden in totaal 6 hebben.
Dus ik ben op zoek gegaan naar aandelen die in de rood gemarkeerde zone ex-dividend gaan. De rood gemarkeerde zone is de datum waarop ik investeer tot en met de volgende datum waarop ik investeer. Ik kies ervoor om in die periode een aandeel te kiezen wat ex-dividend gaat. Ik heb voor de komende periode weer mooie aandelen gevonden. Als eerste wil ik graag een aandeel uitbreiden, wat ik al had. En dat is EPR Properties, ticker EPR. Ze gaan rond 29 november ex-dividend. Ze betalen dan 28,5 cent per aandeel aan dividend. Op de huidige koers van $44,47 is de dividendyield 7,69%. Willen jullie meer weten over dit aandeel? Kijk dan even mijn video 2 interessante aandelen november. Ik zal even een link hieronder neerzetten. Daarna wil ik gaan voor Medical Properties Trust, ticker MPW. Ze gaan rond 6 december ex-dividend. Ze betalen dan 8 cent per aandeel aan dividend. De huidige koers is $4,36 en de jaarlijkse yield is 7,34%. Voor meer informatie over Medical Properties Trust verwijs ik jullie door naar mijn video 2 interessante aandelen in november. En tot slot wil ik gaan voor Lyon de Beausole, ticker LYB. Ze gaan rond 24 november ex-dividend. Ze betalen dan $1,34 per aandeel aan dividend. De huidige koers is $82,49 en de jaarlijkse yield is 6,50%. Even een korte uitleg over wat Lyon de Beausole voor bedrijf is. Lyon de Beausole is een wereldwijd chemisch bedrijf en een van de grootste producenten van kunststoffen, chemicaliën en raffinageproducten ter wereld. Het bedrijf heeft hoofdkantoren in Houston, Texas en Rotterdam in Nederland en is actief in meer dan 100 landen. Lyon de Beausole speelt een belangrijke rol in de productie van materialen die worden gebruikt in alledaagse producten, van verpakkingen en elektronica tot auto-onderdelen en textiel. Lyon de Beausole produceert onder andere polyethyleen en polypropyleen, twee belangrijke kunststoffen die breed worden toegepast in verschillende sectoren, zoals verpakkingen, consumentengoederen en gezondheidszorg. Het bedrijf maakt daarnaast ook geavanceerde chemicaliën en brandstoffen en richt zich steeds meer op duurzame materialen. Het bedrijf is een leider op het gebied van polymeertechnologieën en heeft verschillende eigen technologieën ontwikkeld die wereldwijd worden gebruikt voor efficiënte en duurzame productie van kunststoffen. Deze technologieën worden ook in licentie gegeven aan andere bedrijven, wat Lyon de Beausole een brede invloed geeft in de industrie. Lyon de Beausole is actief bezig met milieukwesties, zoals plastic afval en koolstofemissies. Het investeert in recyclingtechnologieën, circulaire polymeren en hernieuwbare energiebronnen om de milieu-impact van kunststoffen te verminderen. Mooi bedrijf dus, met een leuk Nederlands tintje. Dan heb ik nu nog even een samenvatting van wat ik allemaal ga doen dinsdag. Ik heb €1.513,94 aan dividend ontvangen. Op 1 november heb ik van mijn 29 aandelen STHE 49,45 cent per aandeel keer 29 is €14,34 ontvangen. Op 8 november heb ik van mijn 84 aandelen JEPG 14,70 cent per aandeel keer 84 is $12,35. Omgerekend is dat €11,69 ontvangen. Op 11 november heb ik van mijn 165 aandelen Q-Yield 17,7 cent per aandeel. Keer 165 is $28,17. Daarvan blijft er omgerekend over €26,67. Op 14 november heb ik van mijn 100 aandelen OCI €14,50 per aandeel. Keer 100 is €1.450. Dit was een kapitaaluitkering. Dus ik betaal geen dividendbelasting. Op 15 november heb ik van mijn 82 aandelen Apple Hospitality REIT 8 cent per aandeel keer 82 is €6,56. Als ik die dividendbelasting aftrek, blijft er omgerekend over €5,28. En tot slot heb ik op 15 november van mijn 26 aandelen EPR Properties 28,5 cent per aandeel keer 26 is $7,41. Als ik de dividendbelasting aftrek, blijft er omgerekend over €5,96. Dus in totaal heb ik €1.513,94 aan dividend ontvangen. Al dividend wat ik in dollars ontvang blijft trouwens in dollars staan, omdat ik een dollarrekening bij de Giro aanhoud. En daar bespaar ik op valutawisselkosten. Willen jullie daar meer over weten, kijk dan even mijn video alles over valutawisselkosten bij de Giro. Ik verwacht €16,25 aan optiepremie te ontvangen. Dit is het overzicht van alle opties. Ik wil dus verkopen één co-optie Eurocommercial. In totaal verwacht ik dan €16,25 aan optiepremie te krijgen. Vrijgekomen uitoefenkosten is 1 euro. Niet uitgeoefende opties was er 1, de JDE Peet's call optie, dus daarvan hou ik 1 euro uitoefenkosten over.
De verkoop van Apple Hospitality REIT levert mij €1.224,37 op. Ik moet zelf storten €500. Ik wil €500 in EPR Properties investeren, €1.373,28 in Medical Properties Trust en €1.373,28 in Lyon d'Aubaison. Voor de uitoefenkosten van de opties heb ik eventueel €1 nodig. Aan transactiekosten ben ik €8 kwijt. Dat zijn al de rode bedragen. Vrijgekomen uitoefenkosten is €1. Ik had €1.513,94 dividend. En een optiepremie verwacht ik €16,25 te krijgen. En de verkoop van Apple Hospitality REIT levert mij €1.224,37 op. Dus dan moet ik nog storten €500. Dat is bij elkaar €3.255,56. Dat ga ik dus gebruiken voor de aankoop van EPR Properties, Medical Properties Trust en Lyon d'Aubaison. Aan cash houd ik gereserveerd €1. Dat is dus voor die ene optie Eurocommercial die openstaat. Mocht deze uitgeoefend worden, betaal ik per optie €1 uitoefenkosten. Ik heb €8 aan transactiekosten. €2 transactiekosten voor de verkoop van Apple Hospitality REIT. €2 voor de aankoop van EPR Properties. €2 voor de aankoop van Medical Properties Trust. En €2 voor de aankoop van Lyon d'Aubaison. Totaal €8. Dat is dus samen ook €3.255,56. En dan was dit de samenvatting. Even een disclaimer, deze video is gebaseerd op hoe de koersen vandaag staan. Het zou kunnen dat het dinsdag, als ik mijn plannen uitvoer, weer helemaal anders staat en dan veranderen mijn plannen ook. Dan waren dit mijn plannen voor mijn aandelenportfolio voor de maand november. Bedankt voor het kijken naar mijn video. Ik ga dinsdag 19 november deze plannen uitvoeren. Daar ga ik ook weer een video over maken en plaatsen. Morgen komt er een video over mijn portfolio update. En ik ben erg benieuwd wat jullie plannen zijn en wat jullie van mijn plannen vinden. Laat me dat vooral even weten in de reacties. En vond je dit een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vinden jullie het nou leuk om mijn reis naar meer vermogen en extra inkomen te volgen? Abonneer dan even op mijn kanaal en klik op het belletje, zodat je geen video hoeft te missen. Tot de volgende keer. Dag!